Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. En vandaag tegenover mij Pim Huberts. Pim, welkom. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. We gaan vandaag terugblikken op het eerste deel van het WK en natuurlijk vooruitblikken op het tweede deel van het WK. Nou, laten we hetzelfde doen als de vorige keer. We gaan gewoon per kant van het schema kijken, dus we hebben vier kanten. Mm-hmm. Ja, laten we beginnen met Jelle Klaas op de openingsavond. Nou, dat was natuurlijk de allereerste wedstrijd. En ik moet zeggen, ik had helemaal niks van Jelle Klaas verwacht. Het hele jaar presteert hij niks. Hij kwalificeert zich net via de Pro Tour dan. Maar dan speelt hij tegen Kevin Burness. Gewoon een hele prima wedstrijd. Wat vond jij daar eigenlijk van? Ja, ik heb Jelle op de Player Championship Finals gezien. Daar heb ik ook in de vorige podcast op teruggekomen. Daar vond ik hem totaal niet goed. Zeker op het moment dat hij onder druk werd gezet. Viel het helemaal weg. Op het moment dat hij niet onder druk staat, gooit hij zo 170 uit. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vinden van Jelle. Zeker dit WK niet. Ik vind, als je hem gewoon ziet gooien. Het is een hele moeilijke stijl. Als je al kijkt, dat ziet er gewoon niet lekker uit. Niet vloeiend. Maar blijkbaar wint hij ook gewoon. En dan, daarna moet hij dan tegen Michael van Gerwen. Nou, daar heeft Van Gerwen het ook nog eigenlijk hartstikke moeilijk mee met Klaassen. Wat mij ook wel opviel. Voor hetzelfde geld verliest hij die wedstrijd gewoon. Ik vind het een beetje een slap excuus van Michael achteraf. Over problemen van 7 jaar geleden beginnen. Ik snap dat het in je hoofd meespeelt. Maar als jij echt zo professioneel bent als dat hij zichzelf vindt. Dan moet hij hier gewoon met 110 gemiddeld winnen. En ik denk gewoon dat Michael van Gerwen nog lang niet in zijn topvorm is dit seizoen. Ja, nou dat... Weet ik, bij Michael van Gerwen had ik eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Want de afgelopen majors doet hij het allemaal ongelooflijk goed. Maar hij heeft het jaar, over het hele jaar, heeft hij eigenlijk ook helemaal niet zo... In ieder geval niet gespeeld zoals we kennen van Gerwen. Dus toen hij zo tegen Jelle Klaassen het moeilijk had, dacht ik van... Oh, dan zal dat wel goed komen. Maar daarbij kwam Ricky Evans en dan... Ja, dan zie je toch wel de oude van Gerwen terug. Nou, ik vind dus van niet, want van Gerwen die wint dan wel van Evans, maar bijna elke set ging tot 2-2. Mm-hmm. Ik vind dat Michael niet scherp oogt. De triples vliegen er niet in zoals hij gewend is. Ik dacht wel aan het begin van de wedstrijd tegen Ricky Evans van oké, dit is de oude Michael. Maar dat bleek snel van een koude kermis thuis te komen. Ik weet niet meer wie het goed verwoordde, maar van Gerwen heeft in onze ogen een slecht jaar. Maar omdat hij toch nog zoveel wint, valt het niet op. Maar zeker op de vloer was het ook al niet uitstekend dit jaar. Nee. Ik denk dat als Steven Bunting zijn niveau haalt van de voorgaande wedstrijden... en er nog een klein schepje bovenop doet, dat we een hele mooie wedstrijd gaan krijgen in de vierde ronde. Nou, ik denk dat we sowieso een mooie wedstrijd gaan krijgen. Want Bunting, die qua snelheid, lijkt hij misschien ook wel een beetje op Evans. Evans is natuurlijk veel sneller, maar Bunting is ook snel, dat bedoel ik te zeggen. Maar wat Marcus van Gerwen juist heel goed deed in de wedstrijd bij Ricky Evans is... Net als het 2-2 staat, op de belangrijke momenten, het is een cliché, maar op de belangrijke momenten juist die finish uitgooien, juist die ene pijl, die laatste pijl in de dubbel gooien. En daar is Van Gerwen de betere in. Dus ik zie Van Gerwen echt wel winnen van Bunting, maar dat zal niet heel makkelijk gaan, nee. En dan hebben we het over Steven Bunting, die won in de derde ronde van Johnny Clayton. En dan gaan we eigenlijk meteen naar de tweede Nederlander in die kant van de loting. Het gaat over Jan Dekker. Jan met zijn kale kop. Ja. Kwam goed weg tegen Ryan George. Kwam 2-0 voor. Ja, ik vond eigenlijk het spel totaal niet goed van Jan. Nou, dat was wel echt een van de slechtste wedstrijden van het hele WK. Gewoon over het algemeen. Die Ryan George, die kan natuurlijk veel beter gooien. Normaal had Jan Dekker die wedstrijd nooit gewonnen. Maar dit is gewoon het niveau van Jan Dekker. 85 gemiddeld. Dat heeft hij door het hele jaar ook gewoon laten zien. En dat is gewoon niet goed genoeg. Dan wint hij met een gelukje nog van Ryan Joyce. Maakt hij het zichzelf lekker moeilijk nog in de laatste set. En tegen Johnny Clayton, die ook gewoon een poepjaar heeft gehad. Ja, die moet je echt wel kunnen verslaan als je gewoon een normale darter bent. Maar die heeft gewoon 3-0 verloren. Dus ja, Jan Dekker kan niet goed terugkijken op zijn WK, lijkt mij. Ik denk dat het voor Jan Dekker zeker het jaar erop of eronder is. Aangezien hij afgelopen jaar gewoon slecht gooide. Hij zegt zelf dat hij in trainingen wel gaat. Ja, wat ik ervoor moet geloven, moet ik er maar van geloven. Ja, dat is niet te zien in ieder geval. Het is niet terug te zien op het podium. Hij gebruikte als excuus van ik heb lang niet op het podium gestaan. Oké, snap ik. Maar ja, dat heeft Raymond van Barneveld ook niet. En die gaat goed op de Player Championship Finals ook goed. Ja, ik vraag me af of we Jan Dekker over 2 jaar nog met een tourkaart zien. Dat brengt ons eigenlijk bij de volgende wedstrijd. En dat is Brido van der Pas. Die speelde helemaal onder in het schema tegen Gabriel Clemens. Ja. En wat ik natuurlijk al voorspeld had, net zoals alle andere voorspellingen waar we later op terugkomen.
Hij gooide gewoon Gabriel Clemens eraf. Ja, nou, dat is een hele voorspelling die je van tevoren natuurlijk niet verwacht. Dus dat jij dat durfde in te vullen, dat is al heel wat. Maar nee, ja, Benito van der Pas, ook daar verwacht ik helemaal niks van. Vooral omdat hij tegen Gabriel Clemens moest. Dat is een van de beste darters van dit seizoen gewoon. En daar had ik echt heel veel van verwacht, dit WK. Maar die verliest gewoon van Benito van der Pas. Hoe kan dat nou weer? Ik vind Benito, in tegenstelling tot Jan Dekker, wel iemand die echt thuis wordt in de top 32 sowieso. Ja. En af en toe in de top 16. Ik denk dat alleen Benito mentaal, fysiek zo erheen heeft gezeten. Ik heb hem dit jaar een paar keer op de vloer gezien. Dan weer met zijn oude pijlen, dan weer met zijn nieuwe pijlen. Op het WK speelde hij dan weer met zijn nieuwe pijlen. Mm-hmm. Ik hoop sterk voor Benito dat de borden beter gaan worden en dat hij terugkomt op zijn oude niveau. Want dit was eigenlijk gewoon niet om aan te zien. Hij wint dan wel. En hij komt dan, helaas wint hij dan niet tegen Max Hopp. Maar ja, dit is gewoon niet om aan te zien natuurlijk van Benito. Nee, maar ik vind het ook eigenlijk heel jammer dat we allemaal mannen die we dus in deze sectie zien, Benito van der Pas, Jan Dekker en Jelle Klaassen, die hebben dit jaar een heel slecht jaar gehad, maar eigenlijk vorig jaar was ook al weinig. Ik ben heel erg benieuwd of die normaal gezien top 32 spelers, of we die dan volgend jaar of over 2 jaar, of die überhaupt nog mee. Ik vraag me dat namelijk heel erg af. Ik denk dat Jelle Klaassen dat zeker kan, aangezien die ook gewoon een goed gemiddelde heeft gegooid. Voor Jan Dekker vrees ik heel erg. Voor Benito is dit jaar eigenlijk al erop of eronder. Hij is dit jaar heel goed weggekomen. Hij had een heel orde, had hij eigenlijk over mij het idee van ik ben hem kwijt. En met die PDPA qualifier komt hij goed weg en houdt hij zijn toolkit nog een jaar. Ja. Maar goed, ik denk toch dat het wel eens het laatste jaar van Benito en Jan Dekker kan zijn. Ja, maar dan zouden ze zomaar gewoon weer op Q-School een toolkit kunnen winnen. Daar zijn ze dan nog wel goed genoeg voor, denk ik hoor. Daar zijn ze zeker goed genoeg voor. Over Q-School gesproken, een mooi vooruitzicht. Er komt nog een Q-School special aan. Kijk. Hou ons in de gaten. Nou, daar heb ik nu wel zin in. Dan gaan we naar een andere wedstrijd uit de eerste vlak. Dat was Kyle Anderson tegen Chinan Chong. Chong. Bijna, ja. Kyle Anderson maakt het zich in die wedstrijd wel erg moeilijk. Ja, nou ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd zelf niet gezien. Maar überhaupt, een Chinees, meestal als een Chinees op het WK komt, dan is het een gespeelde wedstrijd, want die gooit niet hoger dan 80 gemiddeld. Maar die Zong, dat is echt een toptalent uit China. Die heeft volgens mij ook de Development Tour een paar keer gespeeld. Nou, dan haalt hij gewoon een keertje de laatste 16, de laatste 8. Dus het is echt een goede speler. En kijk, Kyle Anderson, die heeft ook niet zo'n heel goed jaar. Die speelt ook gewoon een slechte wedstrijd. Maar dat we een Chinees 2 sets zien halen op het WK, dat is al een prestatie op zich. Ik denk dat dit goed is voor de internationalisering van het darten. Ik denk dat we dit jaar echt wel meer internationalisering zien in het darten. Mm-hmm. En ik denk dat als we deze lijn doortrekken, dat we echt goed bezig zijn. Kyle Anderson speelde in zijn 2e wedstrijd tegen Steve Beaton. Ja. Ja, Kyle Anderson heeft eigenlijk al een heel slecht jaar. Een missing familie. Troost is wel dat Damon Hetta vanaf aankomend jaar bij hem komt wonen. Hopen dat dat een hoop gaat schelen. Ja, Beaton die hoefde zich eigenlijk niet eens in te spannen. Nee, ja, maar ook Beaton, ja, op zich Beaton, die wint natuurlijk wel van een slecht spelende Kyle Anderson. Maar met Steve Beaton weet je het eigenlijk ook nooit of hij zijn wedstrijd gaat winnen. Hij kan, als je normaal speelt, gooit hij eigenlijk gewoon 91-90 gemiddeld. Dan kan je in zijn wedstrijdje winnen, maar eigenlijk verlies je de meeste wedstrijden met zo'n gemiddelde. Ja, dat zeg je wel zo makkelijk, maar ik denk dat een Steve Beaton en een Mervyn King, ik denk dat dat wel 2 mannen zijn, omdat ze mentaal een andere instelling hebben als bijvoorbeeld een Raymond van Barneveld, dat ze daardoor zo lang mee kunnen. En dat ze op die vloer, als hun op de vloer gewoon het hele jaar kwartfinale, laatste 16 halen, dan blijven ze gewoon lekker in de top 25 staan, pakken ze elke keer die rondjes op de majors mee. Nou ja, King heeft dit jaar helemaal een goed jaar op de majors gehad. Nou ja, Beaton speelt tot nu toe een uitstekend 2K. Ja. Want over Beaton gesproken, ja, tegen James Wade, ik wil me niet als meestervoorspeller ophemelen. Maar ik had hem natuurlijk voorspeld, hè. Steve Beaton. Ja, maar jij bent ook wel een beetje fan van Steve Beaton, hè. Dus dat is ook niet eerlijk. Maar, opnieuw knap. Je had ook al, wat was nou die andere die je net al goed had? Je had er net ook al eentje goed. Maar Benito van der Pas, hè, tegen Gabriel Clemens, die had ik ook goed voorspeld. Ja, dat denk je ook van, hoe kan je dat nou goed hebben voorspellen? Maar ook hier, James Wade heeft ook gewoon een prima jaar gehad. En dan tegen Steve Beaton. Heb jij die wedstrijd gezien? Ik heb de wedstrijd gezien. En wat mij opvalt is dat James Wade gewoon moe is. Je zag het eigenlijk al in november.
Jack Newlat zegt het vaak in de Premier League. Na 4-5 weken is Wade mm-hmm. aan. Dat duurde dit jaar tot de Player Championship in Hildesheim. Ja. En toen was het gewoon klaar met James Wade. Nou, wat we nu wel weten over de Premier League gesproken, dat James Wade niet aan de Premier League mee gaat doen. Eind van deze podcast gaan wij 8 namen noemen voor de Premier League. Ja. De 9 laten we een voorspelling toe. Daar komen we zo later op terug. Maar goed, Steve Beaton gaat spelen tegen Darius Labanauskas. De Barney Beul. Ja. Ja, nee, daar is hij bekend om, maar hij heeft zich als lead tower, als de eerste en enige lead tower op het WK, heeft hij zich voor de tweede keer nu ook al gekwalificeerd. En op zijn weg naar Steve Beaton toe verslaat hij Matthew Edgar, nou dat is dan niet zo moeilijk, maar ook Ian White, mega prestatie wat mij betreft, en Max Hopp een rondje daarna. Dus dan heeft Forst als Steve Beaton zijn, en die mag echt tevreden zijn dat Max Hopp en Ian White al uit het WK liggen door die Labanauskas, waar hij wel degelijk kans op heeft. Nou, ik denk dat Steve Beaton het heel lastig krijgt. En ik denk dat Darius Labanauskas toch aan het langste eind getrekken. Hij heeft een goed jaar gehad op de vloer. Mm-hmm. In zijn eerste jaar met een tourkaart is hij volgens mij nu de top 64 ingegaan. Ja. Die hoef je voorlopig 2 jaar geen zorgen meer te maken, in mijn ogen, nee. Met dit spel. Ik denk dat dit een hele goede stap is voor de internationalisering van het darts. Nou, dat brengt ons bij het tweede kwart. En in het tweede kwart, de eerste voorspelling die ik fout had. Brandon Dolan, Gary Anderson. Brandon Dolan en Gary Anderson. Ja, vooraf wil ik nog wel even zeggen, de prestatie van Nitin Kumar. Vorig jaar was hij er ook als Indiër, als eerste speler uit India. En ja, wat het PDC natuurlijk probeert te doen, wat jij ook zegt over de internationalisering, is steeds weer nieuwe landen uitnodigen. En wat we in de geschiedenis hebben gezien, is dat het meestal eigenlijk niet werkt. Dan komt er iemand uit Maleisië die dan net 70 gemiddeld loopt te gooien. Maar Nitin Kumar, die heeft helemaal geen concurrentie in India. Maar die gooit wel gewoon een 90 gemiddeld tegen die Brandon Dolan. Hij verliest wel met 3-0, maar Kumar pakt wel gewoon een aantal legs. En dat is echt goed om te zien. Al hadden we de oude Dolan gezien en dan Dolan eraf gegaan. Ja, ja, maar Dolan die speelt over het jaar. Ja, aan het begin van het jaar had je het niet verwacht dat Dolan zo zou gaan spelen. Maar naar het WK toe heeft hij echt heel goed lopen spelen. Volgens mij ook nog een Players Championship toernooi gewonnen. En dan stelt me toch een beetje teleur dat hij dan zo makkelijk van een Gary Anderson verliest. Waarvan iedereen eigenlijk dacht, zijn niveau is er niet meer goed. Het zal misschien wel zijn laatste WK zijn. Over het laatste WK gesproken, we gaan even verder kijken in het schema waar Gary Anderson. Die komt trouwens ook nog heel goed weg tegen Ryan Searle. Ja. Die het gewoon niet lang genoeg volhoudt. Nou, die stond met 3-1 voor. Hè? Die had hem gewoon moeten afmaken. Goed, hij gaat spelen tegen Nathan Espinel. Die heeft wel een weg afgelegd dat hij begon. Hij begon tegen Danny Baggage. Nou, die hebben we zien spelen in Amerika. Mm-hmm. De World Series waren niet heel goed. Maar ik heb wel het Noord-Amerikaans kampioenschap gezien. En wat we daar van Danny Baggage hebben gezien, dat was echt goed spel. Ja, klopt. Eigenlijk met die Amerikanen zie je ook heel vaak dat ze gewoon de eerste ronde eruit liggen. Dat ze niet hoger komen als 85 gemiddeld. Dus toen ik Baggage zijn eerste wedstrijd zag tegen Bolton, een nietszeggende Engelse darter, die zich nipt gekwalificeerd heeft. Daar wint hij dan net 3-2 van met nog niet eens 85 gemiddeld. Maar toen was ik wel heel blij om te zien dat Baggage tegen Nathan Espinel dan wel weer een beetje niveau kon laten zien. Verliest dan wel omdat Nathan Espinel wat mij betreft ook echt wel een van de WK-winnaar kandidaten is. Dus ja, dat is echt goed om te zien. De volgende wedstrijd tegen Ratajski. Ook een geweldige wedstrijd wat mij betreft. Was zeker een geweldige wedstrijd. Espinel trekt het toch naar zich toe. Terwijl de Stoïcijnse Paul toch sterk terugkwam. Mm-hmm. Wat ik opvallend vind in dat kwart van de loting is dat Jamie Hughes niet ver kwam. Nou vind ik zelf persoonlijk Jamie Hughes, als het langer dan 10 legs duurt, lukt het niet. Hij heeft een hele, hele moeilijke stijl, Jamie Hughes. Die kan je mm-hmm. niet heel lang volhouden in mijn ogen. Dus ik denk dat Jamie Hughes echt de Eurotours, dat zijn al lange dagen, heeft er natuurlijk 1 gewonnen. Ja. Vraag niet hoe. Dat was een hele knappe prestatie, maar ik denk dat de stijl van Jamie Hughes gewoon Jamie Hughes in de weg zit. Nou ja, dat vraag ik me ook af hoe hij in ieder geval volgend jaar zal presteren. Want vooraf hadden we inderdaad gezegd, de mannen waar we op moeten letten, die net een tourkaart hebben, zeg maar, zijn Glenn Durrant, de Portugees José de Sousa en ook Jamie Hughes. Maar dan speelt hij tegen een Zoran Lergbacher en dan verliest hij gewoon met 3-2. Ja, dat was echt wel een verrassing voor mij.
Dan gaan we naar de onderkant van dat kwart. De verrassing is dat Marcus Smith naar huis gaat. Zonder weer wat te schudden op het podium. Ik denk dat Marcus Smith ook gewoon moe is. Eerste jaar dat hij veel World Series heeft gespeeld, moest hij niet naar Australië. Ja. Maar heeft daar buiten ook Premier League gespeeld. En op slot is het ook natuurlijk gewoon een keer klaar voor die jongens. Mm-hmm. Toch opvallend in dat kwart. Noem ik even twee namen. Edwin Lewis, Dimitri van den Berg, is ook meteen de vierde ronde in dat kwart. Ja. Ja, vooral Van den Berg tegen Woodhouse. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar als je een wedstrijd weg kan geven, was dit wel de kans voor Woodhouse. Ja, maar die Luke Woodhouse, die weet ook niet wat hij meemaakt. Want die won toen van de Players Championship Finals van Daryl Gurney, als ik het goed heb. Wint hier dan van Michael Smith. Geweldige prestatie. Ja, op een gegeven moment dan lukt het niet meer. Misschien Dimitri van den Berg is natuurlijk niet een topper, zeg maar. Het is meer een subtopper. Misschien dat Luke Woodhouse nu meer in zichzelf geloofde. En dat het daar juist helemaal niet lukte om die wedstrijd binnen te slepen. Dat hij zich niet meer dacht van, hey, ik ben de underdog. Maar dat hij dacht, nou, ik maak best kans tegen Dimitri van den Berg. Nou, dan heb je een moeilijk aan Van den Berg. Ik vond Dimitri van den Berg zeer negatief op het podium. Ik denk als Van den Berg zo doorgaat dat de komende twee jaar wel zijn laatste jaar kunnen zijn als tourcardhouder. Als hij niet iets snel aan zijn verdrag laat doen. Het is zeer negatief. Zelfs negatiever als de heer Van Barneveld. Dat op het podium staat. Dat is wel heel erg. Het is allemaal papa, 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 papa. Ik zal zeggen, scheur die papa maar eens bij hem weg. Want dit schiet niet op. En ga het maar eens een keer zelf doen. Want het is alleen maar papa, 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 dat interview. Ik denk dat hij eerst maar eens aan zichzelf moet denken. Want op deze manier gaat hij er gewoon 4-0 af tegen Edwin Lewis. Ja, hij zal het wel echt wel moeilijk krijgen. Want met Dimitri van den Berg, iedere keer als hij staat op een toernooi, dan zegt hij van ja, hij kan wel darten. Maar volgens mij staat hij nu ook nog steeds niet in de top 32. Of net misschien. Ja, hij staat wel. Hij staat 29ste is hij geplaatst. Maar Dimitri van den Berg, dat als je hem ziet spelen soms met zijn gemiddelde, die kan makkelijk top 16 halen als hij gewoon even zijn mindset goed zet. Goed, dan hebben we het over Dimitri van den Berg gehad. Dan wil ik het graag over Edwin Lewis hebben. Die wint dan van Cristo Reyes. Hij is al erg bevriend met Spanjaarden. Was weer erg te merken. Ja. Gelukkig stond het publiek aan de kant van Lewis en trekt hij me toch uit. Zeker de laatste twee sets. Erg goed spel van Edwin Lewis. Ja, en dan wat een kraker, hè. Darren Webster, die het hele jaar niks heeft laten zien. Nee. Tegen de terugkomen Edwin Lewis. Ja, eigenlijk het zijn allebei een beetje spelers die terug aan het zakken zijn. Van Edwin Lewis kan je dan nog wel zeggen, die komt langzaam terug. Maar hij zal echt beter moeten spelen. Ook beter dan dat hij speelde tegen Darren Webster. Om kans te maken tegen Dimitri van den Berg. Om in ieder geval een wedstrijd te maken daarvan. Darren Webster miste in die wedstrijd nog een 9-dart. Maar wat vond jij eigenlijk ervan dat Lewis in de eerste wedstrijd met ander materiaal speelt en in de tweede wedstrijd weer met ander materiaal speelt? We zien hem de hele jaar al met die twee setjes gooien. Ja. Maar toch blijft hij wisselen, zelfs op een WK. Ik vind dat niet slim. Ik denk zeker als je een wedstrijd hebt gewonnen van tevoren, maakt niet uit hoe, dan heb je toch een bepaald gevoel, nou, deze pijlen die kunnen mij een wedstrijd winnen. En nou, je kent natuurlijk Peter Wright. Iedere keer als hij wisselt met pijlen, dan moet hij er altijd even aan wennen. En dan kan hij het alsnog wel hartstikke goed. Maar als je gewoon met één setje pijlen gooit en gewoon lekker vertrouwen in daarin blijft hebben, dan zal je ook beter gaan darten. Maar dit zegt ook heel veel over Edwin Lewis zelf, hoeveel vertrouwen hij zich in zichzelf heeft. Want als jij niet vertrouwen hebt in je eigen pijlen, dat leidt toch wel ook terug naar jezelf, zeg maar. Je ziet bij Edwin Lewis dat elke keer na twee sets pas echt gaat lopen. En als het eenmaal loopt bij Lewis, dan is het natuurlijk een genot om naar te kijken. Ja, dat zo. Maar dat klopt sowieso. Maar om daar te komen, wat je al zegt, om het te laten lopen, dat duurt nog soms wel even bij Edwin Lewis. Nou, dan gaan we naar het derde kwart toe. Dan beginnen we eigenlijk met de verrassing die ik natuurlijk al voorspeld had. Rob Cross eruit, 3-0. Rob Cross, nou, dat is zeker een verrassing. Hoe Rob Cross iedere keer op de majors afgelopen jaar heeft gespeeld. Echt goede gemiddeldes. Nou, dan moet je tegen de Kim Huibrecht. Hij denkt, daar heb je geen moeite mee. Maar ja, die Huibrecht, die staat nu ook gewoon in de vierde ronde. Ja, hoe ver denk jij dat die Belg zou komen? Ik denk dat het nu klaar is. Hij gaat gooien tegen Luke Humphries. En ik denk toch dat dit het eindstation is voor Kim Huibrecht. Hij wint elke keer zijn rondjes wel. Zijn gemiddelde stijgt wel.
Maar ja, als die Luke Humphries zich gaat irriteren aan Kim Huibrechts, ja, dan wordt het een hele zware wedstrijd voor Luke Humphries. Mm-hmm. Ik geef Huibrechts 40% kans dat hij doorgaat. Ja, nou ik vond tegen, dat hij tegen Danny Noppert, die is natuurlijk afgegaan door Huibrechts, stond hij echt heel goed te spelen. Klopt, maar als ik zo de gemiddeldes van Humphries zie, denk ik dat het een hele, hele lastige wedstrijd gaat worden voor Kim Huibrechts, aangezien die mannen zo aan elkaar gewaagd zijn. Mm-hmm. Nee, je weet natuurlijk met Huibrechts weet je het nooit, het kan zomaar ook 85 gemiddeld zijn. Ja, nee, dat klopt. Dat kennen we goed van Huibrechts, dus nee, dat zou zomaar kunnen. Maar die Humphries, die hebben het afgelopen jaar, die heeft natuurlijk die depressie gehad. Dus hoe we hem nou moeten inschatten op de echt belangrijke momenten. Hij wint dan van Jermaine wat hij meen in een hele goede wedstrijd. Maar daarna hoeft hij ook al niet meer tegen de geplaatste spelers. Omdat dat jonge talent Nico Koerts, die won van Joe Cullen. Nou, Luke Humphries heeft gewoon meer ervaring dan die jonge Duitser. Dus is dat al echt een test? Ik vind van niet eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk sowieso dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Ja, dan gaan we het over Peter Wright hebben. Die tegen Nurmagomedov, een van de beste Aziatische spelers van het moment, samen met Saigo Asada, speelde. Ja, dat werd gewoon een shooting deadlock. Ja, maar ook dat is voor de internationalisering van de sport geweldig om te zien. Want je hebt gewoon Aziaten, Magomedov, Asada, maar ook die andere Filipijn, die het hartstikke goed doen. Die andere Filipijn die verliest dan zijn eerste ronde. Die druk te maken. Ja, die druk te maken. Die vorig jaar moest tegen Vince van der Voort. Ja. Maar nu weet hij het gewoon Peter Wright moeilijk te maken. Ik heb zelf die wedstrijd niet gezien. Dus jij ook niet. Nee. Maar 3-2. Sudden deadlock. Hartstikke knap van iemand uit Filipijnen. Ik heb gedeeltes gezien van die wedstrijd. Ik denk al had Nurmagomedov iets meer ervaring gehad. En had Wright er gewoon afgegaan. Ja. Ryan mag daarna tegen de volgende Aziat, Saigo Asada. Nou, ik wil hem ook graag even noemen. Jetsu-Jan Icardi had samen met mij Asada ook ver geplaatst. We hadden hem zelfs alle twee volgens mij nog een rondje verder. Maar er kwam toch een eindstation aan. Weer bij Peter Wright, die weer met andere pijlen stond te gooien. Ja. Voordat we naar de vierde ronde gaan van Peter Wright, gaan we eigenlijk meteen naar linksonder in het schema. Dan wil ik het eerst heel kort hebben over het afscheid. Ik durf al het trieste afscheid te zeggen van Raymond Langeveld. Die er met 96 gemiddeld afgaat tegen een 87 gemiddelde spelende Darren Young. Ja, dat zijn net die belangrijke momenten op de dubbels. Maar kijk, met Raymond van Barneveld, hij zal er sowieso uitgaan in één van de rondes. Dus als het niet de eerste ronde was geweest, dan was het de tweede of de derde ronde geweest. En dan denk ik dat het dezelfde speech was geweest van dat het niet belangrijk is en dat het allemaal niet meer uitmaakt. En ja, dat was echt triest om te zien. Maar het maakt niet uit hoe ver Van Barneveld raakt. Al was het de halve finale, dan nog had hij dezelfde dingen gezegd, denk ik. Net zoals hij zelf al in de achter ook je podcast zei, van het telt niet tweede. Dus of hij nou de eerste of de halve finale eruit gaat, ja, voor zijn bankrekening maakt het uit. Maar zelf telt het niet, want hij zal het zichzelf toch nooit vergeven. We hadden het misschien wel aanzien kunnen komen. Hij begon er vorig jaar zelf al over. Had ik maar, ik ga daar niet heen om in de eerste ronde te verliezen. Ja, toen had hij eigenlijk al in de eerste ronde verloren. Ja. Maar goed, hij zal eigenlijk in de tweede ronde spelen tegen Jeffrey de Zwaan. Ja goed, die had het op zijn manier ook lastig met Darren Young. Big Daddy. Ja, Darren Young die is misschien wel de beste van de Amerikaanse Tour. Komt ook omdat die Danny Beckers niet meedoet. Maar ook op die Amerikaanse Tour kan hij ook in één keer 77 gooien, want dat volg ik een beetje. Maar ik denk dat de Zwaan best wel geluk heeft gehad om gewoon tegen Darren Young te gaan darten in plaats van Barneveld, wat gewoon zijn vriend is eigenlijk, hè. Oh, zijn ze geen vrienden? Oké. Okay. Nou, ze komen in ieder geval uit dezelfde stad. En ze gingen wel samen trainen trouwens, hè. Dus dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling, ja. Voor het eerst sinds jaren weer dat ze samen zouden trainen, hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Jeffrey heeft met Ron Meulenkamp en de mannen Geert Neentjes getraind. Is hem goed bevallen. Want wat een wedstrijd, hè, tegen Dave Chisnell. Ja, nee, dat was echt een wedstrijd. Toen ik die bekeek, Jeffrey de Zwaan, die dartte daar echt als een WK-winnaar. En dan moet hij nu dus tegen Peter Wright. Nou, dart lekker zoals je tegen Chisnell speelde. Je zal een beetje tegenstand nodig hebben om jezelf ook weer op te krikken. Maar dan win je gewoon echt wel van Peter Wright met die lange pijltjes van hem. Peter Wright heeft hij al een paar keer gepakt dit jaar. Ik denk dat het geen probleem moet zijn. En ik denk dat hij wel vrij makkelijk naar de halve finale gaat. Zeker aangezien hij of Huibrechts of
aangezien hij of Huibrechts of Humphries treft. Ja. Wat ik knap vond van de Zwaan, volgens mij staat het 1-1 in legs bij 3-2 voor de Zwaan. Mm-hmm. En hij krijgt 161 op zijn dak, terwijl hij zelf staat te wachten op dubbel 6. Moet hij even van bekomen, maar wat een ongelofelijke laatste leg die gooide. Ja. Volgens mij gooit hij 114 gemiddeld. Het was heel bizar. Echt het puntje klasse af, hoedje af voor Jeffrey de Zwaan. Ook voor de persoonlijkheid Jeffrey de Zwaan, de tijd die hij altijd voor ons hebt genomen. En we hopen hem eigenlijk gewoon in de finale te zien natuurlijk, want hij komt Vergerven toch niet tegen. Nee, en wat jij zegt, de halve finale, die is echt haalbaar met Huibrechts of Luke Humphries. Wel nog eens winnen van Peter Wright, dat doe je ook niet zomaar, maar ik zie dat de Zwaan echt wel doen. Goed, de laatste Nederlander in dat kwart was Vincent van der Voort. Ja. Insiders wisten al dat hij last van zijn knieën had. Daarvoor heeft hij ook de qualifier voor de Grand Slam niet gespeeld. Of wel gespeeld, maar die kon gewoon niet meer op zijn knieën staan. Je kon het vooral in de partij tegen Dave Chisnell zien. Hij kon geen moment stilstaan, terwijl hij altijd gewoon heel rustig stilstaat. Ik lees de reacties van mensen van het is een excuus. Nou, neem het van mij aan. Het is bij Vincent absoluut geen excuus. Zit in de sportschool, hoe erg je het ook vindt. Mm-hmm. En ik hoop dat Vincent volgend jaar gewoon nog even een beter jaar hebt als dit jaar. Want hij is echt op de weg terug. Ja, nou, hij heeft dit jaar gewoon een goed jaar gehad. Maar bij Vincent van der Voort, dan zie je het ook altijd heel erg aan zijn gezicht. Dan begint hij te zweten. Wordt hij rood. Je ziet echt wel, als iemand pijn heeft, dan zie je dat echt wel heel goed bij Vincent van der Voort. Maar hij wint wel gewoon met 3-0 van Keen Barry. Dat is ook al een prestatie. Dan gaan we naar het laatste deel van de loting. Er zijn twee hele opvallende dingen. Dat is dat je José de Souza niet boven de 100 heeft gegooid. Nee. En dat Fallon Sherrock wint van Ted Evans. Nou, dat was misschien nog wel redelijk te voorspellen. Nou. Want het is een jonge jongen. Maar wat ze doet tegen Sujovic en met dat gemiddelde. Nou moeten we natuurlijk Suzuki ook niet onderschatten. Hè? Want die had ik ook serieus ver zien komen als het wel over de streep trekt tegen James Richardson. Ja. Maar wat Fallon Sherrock heeft gedaan, ik wil er ook niet te lang over doorpraten, maar ik vind heel eerlijk, Sujovic een nieuw materiaal gaan uitproberen op het podium van een WK, vind ik geen slim idee. Nee, maar ik had ook wel een beetje verwacht dat Sujovic, ik had eigenlijk eerder verwacht dat een Sherrock van Sujovic kon winnen dan van een Ted Evans, want Ted Evans is echt wel op de development tour, jij zegt nee, maar ik denk van wel, Ted Evans is op de development tour echt een van de beste spelers, mensen Sujovic, ja, ik vind hem eigenlijk ook geen top 8 spelen meer, top 6. Hij staat nu 11e, maar ik denk niet dat hij in de top 16 zal blijven. Wat hij zelf vertelde in Coffee Met, wat trouwens op een YouTube-kanaal is te bekijken. Kijk op het YouTube-kanaal van Dutch Actueel naar Coffee Met. Daar is Sujovic heel open in. Hij zegt, every time pressure, elke week maar die druk op dat podium. Hij zenuwachtig, hè? Hij heeft een heel goed vloerjaar gegooid. Als hij er was, gooide hij echt fantastisch. Ik denk dat niemand dat ook gaat ontkennen. Maar op het podium is het één groot drama dit jaar. Mm-hmm. Maar als je naar Sherrock, ik wil er toch nog even op doorgaan. Maar als je naar Sherrock keek hoe ze op die qualifiers al gooiden van de dames. Iedereen gooide zo rond de 75 gemiddeld. Maar Sherrock die gooide iedere ronde 90 gemiddeld. En dat is ongelooflijk knap dat ze dat gewoon door weten te zetten op het WK zelf. En nou, nu moest ze dan tegen Chris Doby. Ik vind Doby echt wel een meer volwassene darter en een betere darter om gewoon Sherrock, zeker met het langere format ook, gewoon om hem gewoon makkelijk te winnen. Ik vind dat de PBC iets te veel inspringt op het verhaal Fallon Sherrock, want ik heb ook vernomen dat ze op de Las Vegas Darts Masters, of de New York Darts Masters gaat staan, want voor mij gaan ze dit jaar naar New York. Ja. Ik vind dat eigenlijk een beetje eerloos tegenover Miro Suzuki, die ook op de Grand Slam goed speelde. Lisa Esther speelde veel minder op de Grand Slam. Ik denk dat hij een beetje op de retour aan het gaan is. Zeker in het huidige dartwereldje bij de PDC. Ja. Ze probeert het wel, daarvoor alle respect. Maar ik denk dat Suzuki en Sherrock, ik denk dat dat echt de twee namen zijn. Mm-hmm. Waar we echt de komende paar jaar echt nog wel van kunnen gaan genieten op een Grand Slam, op het WK. Maar ik moet wel toevoegen, ik vind dat wel dat ze het via de normale route moeten gaan proberen. En die twee aparte dames qualifiers. Want nou ja, daar ben ik het op zich nog wel eens, want je hebt de Japanse qualifier omdat je Japanse darters probeert te promoten. En er zou in principe ook een dames qualifier kunnen doen om de dames te kunnen promoten. Maar wat je nu met een goed spelende Sherrock ziet, is dat mensen nu al een beetje beginnen te praten van, hè, zou de PDC nou niet een aparte dames tour moeten doen? Nu ook de BDO natuurlijk een beetje neervalt. Daar ben ik het absoluut niet mee eens, want zo'n wedstrijd met Fallon Sherrock is interessant, omdat je wilt dat ze van die man gaat winnen.
Maar als je twee dames tegen elkaar ziet darten, dan wordt het niveau sowieso een stuk lager. En het is ook niet interessant om te kijken. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn bepaalde Nederlandse dartsters die ook darten. Doen absoluut niet op Eileen de Graaf. Die gooit echt goed, maar het niveau is gewoon een stuk lager. Ja. Dan gaan we eigenlijk naar de enige Nederlander in dit part. Ron Meulenkamp wint heel makkelijk zijn eerste ronde wedstrijd. Komt eigenlijk bijna geen moment in gevaar. Nee. Maar wat verprutst die het toch ongelooflijk tegen Chris Doby. Ja, want die Doby die begon helemaal niet zo goed aan de wedstrijd, als ik het goed herinner. Terwijl Meulenkamp juist weer heel erg terugzakte. Zonde. Maar vooraf moet je ook eerlijk zeggen, Doby is echt wel een betere darter als Meulenkamp. Maar hij had hem zo binnen kunnen pakken. Hij mist twee matchdarts. Ongelooflijk zonde, want we weten wat Ron kan op, zeker op tv. Mm-hmm. Heel zonde. En dan gaan we naar de grote topfavoriet naast Marco van Gerwen, Gary Price. Ja, en die laat nog niet echt zien wat hij kan. We hebben natuurlijk nog maar één wedstrijd gezien, aangezien we nu in de cashbreak zitten. Ja, hij gooide tegen William O'Connor ook een enorme kwal van een tegenstander. Ja, ik ben wel fan van O'Connor eigenlijk. Nee, ik vind het echt een enorme kwal na het akkefietje wat hij vorig jaar op het EK heeft uitgehaald met Max Hopp. Totaal ja. Niet slim, heeft hij totaal geen fans bij gewonnen. Maar goed, Price trekt hem uiteindelijk over de streep. En hij mag nu spelen tegen Big Hendo John. Nou, ik denk dat heel makkelijk wordt voor Price, aangezien John Hennessy toch geen lange wedstrijden aankwam vanwege zijn gezondheid. Ja, dat is gewoon... Dat zou best kunnen. Heeft hij zelf ook aangegeven in een interview tegen de PDC dat hij daar gewoon heel veel moeite mee heeft. Mm-hmm. Andere favorieten in dit vak lijken toch mij Glenn Durant en Simon Whitlock. Nou, die tweede zou ik echt niet bij de favorieten neerzetten. Ik vind Simon Whitlock echt één... Ik vind hem zo slecht spelen. Dan kan hij wel 90 gemiddeld gooien. Maar als je al ziet hoe zijn pijlen het bord in komen, die komen iedere keer op een ander manier het bord in. Daar kan je ook niet op bouwen, zeg maar. Was ook zeggen op tv dat hij echt keihard moet werken om die pijlen zo normaal in het bord te krijgen voor hem dan. Dat geloof ik ook wel. Moet nu tegen Mervyn King. Nou, wat jij al eerder zei, die heeft gewoon een geweldig jaar gehad voor hem. Ik zie King echt wel winnen van Simon Whitlock. Ik zie King zeker winnen van Simon Whitlock. Maar ik heb van insiders gehoord dat hij op de boot met Van Barneveld, dat ze beide boven de 110 gemiddeld stonden te gooien. Van Barneveld trekt uiteindelijk de wedstrijd wel naar zich toe. Mm-hmm. Dat is uiteraard zonder druk op een demo. Ja. We weten dat Whitlock het kan. Maar Whitlock is al aan zijn laatste jaren bezig, denk ik. Ja, nou dat is wel een goede vraag. Want als Whitlock... Hij is al langzaam aan het dalen. Als hij blijft dalen en niet in de top 32... kan blijven staan, dan zou jij best gelijk kunnen hebben dat het zijn laatste jaren zijn. Kijk, het is natuurlijk voor Simon Whitlock net als Raymond van Barneveld vorig jaar heel simpel. Whitlock moet het natuurlijk niet hebben van zijn vloertoernooien. Mm-hmm. Eigenlijk ook niet echt van de Eurotour, maar alleen van de majors. Hij staat nu op plek 14. Nou, ik ga ervan uit dat hij nog één rondje verder komt, aangezien Mervyn King meestal in de derde ronde gaat stuntelen, puffen, zuchten. Ik hoop het voor hem, maar... Dan pakt hij wel weer wat geld, maar gaat hij dat ook op de majors doen? Want mocht hij wel kwartfinale halen, ga ik er al wel lichtelijk van uit dat hij ook alweer voor de Premier League gevraagd zou worden, aangezien Weter ook al uit lag. Ja, hetzelfde ja. geval, dan wordt het waarschijnlijk Lewis of Whitlock, als ze beide even ver komen. Ja. Dan gaat Whitlock geen goed doen. Nee, maar als PDC zijnde zou ik ook niet samen Whitlock weer willen hebben. Want je hebt hem natuurlijk al eerder gevraagd en toen kon hij eigenlijk ook al niet mee met het niveau. Maar ik verwacht niet dat hij, ook al haalt hij... Nog een rondje verder. Pas als hij echt in de halve finale zou staan, Whitlock, dan zou je hem mee kunnen nemen. Het is voor de PDC natuurlijk heel simpel. Whitlock verkoopt kaarten en Mervyn King niet. Dus het is een soort de Premier League is gewoon een soort marketingstrategie. Want ik verwacht bijvoorbeeld Dave Chisholm, had hij een paar ronden verder gekomen, had hij ook gewoon bij Premier League gespeeld. Mm-hmm. Adrian Lewis is wel twee keer wereldkampioen, die verkoopt kaarten. Barney is niet voor niks naar Australië gegaan, want die verkoopt kaarten. Ja. En dat is gewoon het hele idee van de PDC. Het gaat alleen maar om het kaarten verkopen. En daarom vind ik de Premier League of de World Series ook totaal niet interessant om naar te kijken. Het zijn gewoon demo-toernooien, dat is de Masters, dat moeten ze meteen afschaffen. Dat zijn echt waardeloze toernooien. Mm-hmm. Ik zal de Premier League wel doen, maar dan zal ik het wel via een kwalificatiesysteem gaan doen. En dan zal ik gewoon zeggen, de top 4 van de wereld is zeker. We hebben 12 wildcards en we hebben 4 plekken op een kwalificatietoernooi waar alle 124 toekijkhouders daarmee mogen spelen. Maar er is ook geen enkele reden om daar geen prijzengeld aan te verbinden. Want waarom zou je een toernooi wel met een top 32 kunnen doen, met een top 16? Waarom zou dat niet kunnen met een top 8? En dan noem je het de Premier League. Ik denk dat je in de Premier League zeker
32 spelers kan hebben. Ik denk dat als je dan gewoon elke avond 6 podiumwedstrijden hebt en je hebt gewoon 2 podiums, dat is zeker haalbaar in de zalen waar de Premier League gespeeld wordt. En je zit gewoon op het hoofdpodium, ja, de grote namen. Ik denk dat dat veel meer publiek gaat trekken als de huidige methode. Want de huidige methode gaat gewoon saai worden. Ja, ze hebben natuurlijk die contenders ingesteld. Dat van tevoren was ik daar niet heel fan van. Maar toen het uiteindelijk aan de gang was, dacht ik, nou, dat op zich wel een goed idee. In ieder geval één nieuwe speler dan op zo'n avond die waar je dan naar kan uitkijken. En die ook wel de grote mannen zou kunnen verslaan. Maar om het interessant te houden, zal het in de toekomst echt wel iets veranderd moeten worden. Maar daar zullen we ook nog wel een podcast over maken. Goed, dan zijn we bijna aan het eind van deze podcast. Dan wil ik van jou 4 namen. Van elk kwart 1 naam. Halve finales. Kwart 1. Oeh, kwart 1. Dan scroll ik naar boven. Van Gerben, Bunting of Steve Beaton. Nou, dat is niet zo moeilijk. Labanauskas natuurlijk. Nee, van Gerben. Michael van Gerben. Ja, ik ga ook voor Michael van Gerben. Ik denk dat hij tevens wel heel lastig gaat krijgen tegen Steve Beaton. Tegen Steven Bunting, excuus. Nou, Steve Beaton kan natuurlijk ook in de kwartfinale. Dat zal een stunt wezen. Dan gaan we naar het tweede kwart. Ja, daar heb je toch een hoop namen. Ja, nou, je hebt maar 4 namen, maar ik snap wat je bedoelt. ik denk dat Nathan Aspinall gewoon van Gary Anderson gaat winnen. En dan vervolgens van Adrian Lewis. Ik denk dat Adrian Lewis een halve finale gaat halen. Oké. Knap. Dan gaan we naar de derde sectie. Nu mag jij eerst. Jeffrey de Zwaan. Overmacht. Jeffrey de Zwaan. Dan zal ik... Ja, ik hoop natuurlijk Jeffrey de Zwaan, maar dan zal ik zeggen Peter Wright. Dus jij denkt dat Kim Huijbrechts en Luke Humphries er al 2 die aan te pas gaan komen? Nee, dat denk ik niet. Humphries gaat niet voor de verrassing zorgen. Dat denk ik niet. Al hoop ik het wel, maar ik denk het niet. Nee. Dan naar het allerlaatste kwart. De kwartfinales moeten, of de derde rondepartij moeten nog gespeeld worden. Dus we hebben iets meer keus. Maar ik zie eigenlijk maar 1 naam hier in dit kwart die dat gaat halen. Ja, misschien 2. Ja, maar jij bedoelt Glenn Durren natuurlijk als 2e. En Gavin Price. Ja. En ik denk dat we Price in de halve finale gaan zien. Want Durren heeft zo'n zware route naar de halve finale toe. Dat het in de kwartfinale, zeker met het vormaf wordt langer. Ik denk dat het dan echt zwaar gaat worden. Ja, nee, hij moet eerst nog Daryl Gurney verslaan. Maar wat jij zegt, als Glenn Durren Gavin Price nu al in de derde ronde had tegengekomen, dan had ik misschien Durant gezegd. Maar dan weet ik wel zeker dat Durant had gewonnen. Ja, maar nu in de kwartfinale best op 9 sets. Gurman Price, hij moet wel beter spelen, maar daar geloof ik wel in. Gurman Price in de halve finale. Nou, dan hebben we de halve finale schaal. Wat wordt de finale? Wat wordt de finale? Ja, dan Michael... Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, omdat iedereen het al zegt. Maar Michael van Gerwen, Gurman Price worden. Michael van Gerwen tegen Jeffrey de Zwaan. Ik denk dat zou een droomfinale. Ik denk dat het net als toen met Rob Cross gaat, Van Barneveld stopt. Dan is het wel geen te zwaar voor Barneveld in de finale. Maar ik denk dat het sleuteltje over wordt gegeven aan Jeffrey. En Jeffrey heeft ook echt alle capaciteit in huis om dat te kunnen. Ja. En ik denk dat dit het toernooi is voor Jeffrey de Zwaan. Maar ja, hij kan er zomaar 4-0 af gaan tegen Jeffrey de Zwaan, tegen Peter Wright. Dus dan zal ik wel weer overkomen als een idioot. Maar goed, ik wil daar eigenlijk bijna de podcast mee besluiten. Maar voordat we stoppen, wil ik eigenlijk 8 namen voor de Premier League. Je mag er 9 doen. 8 namen, ja, maar dat is wel moeilijk, want je... Dit... Heb je me van tevoren natuurlijk niet... Ja, ik ook verras niet. Je me een beetje mee. Nou, laten we ze samen invullen. Michael van Gerwen in ieder geval. Peter Wright. Cameron Price. Rob Cross en Rob Michael Cross. Smith. Die zijn alle... Michael Smith... we beginnen even opnieuw. Even 1-1. Ja. De 4 namen die zeker zijn... Is Michael van Gerwen, Rob Cross, Cameron Price, Michael Smith. Maar waarom denk jij Michael Smith dan? Omdat hij voor nummer 4 van de wereld staat. Ja, oké. Dus die is zeker. Dan ga ik ervan uit dat Peter Wright er sowieso bij zit voor de tickets. Ik ga ervan uit dat Glenn Durant erin zit, aangezien hij op de persdag was van het WK. Dat doet de PDC uiteraard niet zonder reden. Gary Anderson, die zal er toch ook al bij moeten zijn? Die gaat niet spelen, vanwege zijn rug. Die wil het reizen niet. Aangezien er best wel veel rekeninggeld voor hem op het programma staat. Dan hebben we er 6. Dan hebben we er 6. Ja, en dan wordt het lastig. Want de nummer 8, 9, 10 en 11 van de wereldranglijst, die liggen er al uit. Ja, maar Nathan Aspinall wordt die zit er ook bij. Die zal er echt wel dus bij. Dus dan hebben we 7 namen. Dan moeten we er nog 2. Ik denk dat die strijd die zal gaan tussen Devil Gurney, Adrian Lewis en Simon Whitlock. Nou denk ik dat Devil Gurney erbij zit. Dus dat maakt 8. En dan denk ik dat de verrassing van het WK... Kijk, als stel de Zwaan haalt de finale, dan zal het de Zwaan worden. Mm-hmm.
Maar als ik naar het huidige bracket kijk, denk ik toch dat we Emile Lewis terug gaan zien in de Premier League als beloning van zijn tussen haakjes goede jaar. Het zou in ieder geval goed voor de media zijn, zeg maar. Hè? Adrian Lewis is weer terug, proberen ze dan te zeggen. Hij is niet terug, maar met een goed WK zou je... Ja, Adrian Lewis, waarom niet? Dat zou best eens kunnen, ja. Ik vind dat wel een mooie lijst namen. En ik denk dat wij Dave Chisnell, Ian White, James Wade en Mensah Suivic gewoon niet gaan zien in de Premier League. En ik denk dat Gary Anderson de uitnodiging afzegt, aangezien hij zit nog erg met zijn rug. Het is gewoon nog steeds belabberd, het spel. Het is niet goed. Nee. Ik denk dat de Premier League hem geen goed zal doen. En dat geldt hetzelfde voor Suivic en Wade. Ja, als hij slim is, dan doet hij dat niet. Maar toch, Dave Chisnell vind ik nog wel belangrijk om er dan bij te zetten. Ja, het is Lewis of Dave Chisnell. Ja, het zijn dezelfde spelers. Lewis is toch twee keer wereldkampioen. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar Chisnell heeft wel eigenlijk een goed jaar gehad. Maar die verpest dan dit WK. Dus wat ik zeg, als Adrian Lewis de halve finale haalt, dan zie ik hem wel op de Premier League. Maar anders niet. Nou, dan was dit de achterde Okkie podcast voor deze keer. Ik wil Pim bedanken. Als we tijd hebben, zijn wij nog even terug voor de finale. En anders zijn wij terug met een korte terugblik op het WK. En een volledige terugblik op dit jaar. En we gaan of de Q-School special. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar de achterde Okkie podcast. En... mochten wij niet op tijd terug zijn, wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar.